Eerst na competitievoetbal met Veendam. De ploeg van Jan Schulting moest zaterdagavond eigenlijk winnen van Emmen om de PDT-telecompetitie niet langzaam achter de einde te zien verdwijnen. Ondanks een nederlaag, bijna een week geleden in Emmen, heerste er optimisme aan de lange leegte zaterdagavond. U ziet een impressie. Nou, ik zeg gewoon, Veendam die moeten vandaag winnen. Winnen ze hem niet, dan kunnen ze de na-competitie vergeten. Nou, daar staat heel wat op spel natuurlijk. Als ze hem winnen, dan misschien dat Veendam... Oh, wacht even. Als ze hem winnen? Ja, nou, dan hebben ze zeven punten, hè. Dus, en dat is wel te hoop. Maar wat is de verwachting? Is het een serieuze kans? Ik reken wel dat het een serieuze boel wordt, want ik kan me zeggen, ze zijn volledig vanavond. En M is niet volledig. Maar nu en Drenthe zijn eruit, hè. Dus we moeten maar afwachten. Ik ben ook heel positief erover, Veendam gaat winnen. Maar waarom dat optimisme? Ja, ik steun Veendam al zoveel jaren, dus die optimisme blijft er. Echt waar. Ik ben ook wel voor Emmen, want ik ben zelf ook een Drent, dus ik ben ook wel voor Emmen. Maar Veendam is toch mijn favoriete club. En dat blijft ook wel zo, denk ik. Op wie hebben jullie je geld vandaag ingezet? Heer Veendam. En waarom? Nou, beter dan hem. Maar ja. ze hebben van de week wel verloren. Ja, een beetje geluk toch, hè? Beetje geluk. En wie wint er vanavond? Veendam. En op grond van vind je Veendam zo zeker van? Voetbal beter, denk ik. Alleen ze hebben de voorhoede een beetje, ja, daar havert een beetje aan. Dan zou je toch kunnen spreken van een sleutelduel, want vandaag worden de posities voor het eindspel ingenomen. Ja. Alleen dat wat jij zegt, alleen de positie voor het eindspel worden nog maar ingenomen. Dus er is geen voorwaarde van. En Cambuur bij Leeuwarden is ook nog een wedstrijd. Dus je weet ook niet hoe die wedstrijd uitpakt. Maar bij verlies van ons zijn we ook nog niet uitgeschakeld. Alleen ja, Veendam zal het moeilijk krijgen als zij gaan verliezen. Dus ja, wat jij zegt, alleen de positie worden ingenomen. Maar er wordt vanavond natuurlijk nog niets beslist. Dan het balans van dit seizoen slaat voorlopig nog in de richting van Veendam door. Als je het op doelcijfers bekijkt, hebben zij meer gescoord. Jullie hebben thuis gewonnen. Hier hebben jullie nog niet gewonnen. Welk belang hecht jij aan statistieken? Ja, in ieder geval niet op incidentele wedstrijden. Dat zegt me totaal helemaal niks. De competitie bestaat uit 34 wedstrijden. En daar wordt dan de stand naar bepaald. En zo'n ene wedstrijd, dat zegt mij helemaal niet. Daar sta ik helemaal volledig boven. Wij hebben veel punten gehaald in de reguliere competitie. We hebben veel goals gemaakt. We hebben ook redelijk veel, te veel misschien wel, goals tegengekregen. Maar we hebben natuurlijk in de competitie een fantastisch seizoen meegemaakt. En beter als Veendam. En op dit moment staan we er ook wat beter voor. Dus al die verhalen van ja, het balans is op dit moment het voordeel van Veendam. Nou, dat moet dan maar zo zijn. Vind ik niet belangrijk. In deze wedstrijd begon Emmen in elk geval beter, via Tony Albeda, die het veld wat glad vindt. Zijn voorzet is goed en Van Oostrum het eerste kansje. Gaandeweg krijgt Veendam wat meer grip op de wedstrijd. Radomski. Met Huizinga. Van der Meulen snijdt naar binnen, kapt. En de 1-0 door Jozef Oosting. We zien de doelpunten maken nog eens. Van der Meulen met een afvoertechniek. En deze bal kan ook nog wel eens overgaan. Maar Oosting, afkomstig uit Emmen, scoort. Kort daarop. Deze aanval van Veendam. Roembiak. En de uitgestoken hand van Ruud Jalving. En een strafschop. En rood? Nee. Gematst met geel. Wiekens dan. Oh, een keiharde panel. En Michelsen redt. En zo blijft het 1-0 bij de rust. Jozef, lekker goaltje. Hoe ging het? Nou, goed dacht ik. Ja, hoe? Ja, Bart die maakt een beweging naar de achterlijn en die tikt naar voren en die kan hem zo intikken. Hoe belangrijk is deze goal? Ja, belangrijk. Staan voor, dat is belangrijk. Maar daar waren veel meer voor moeten staan. Hoe je dat je in de wedstrijd? Ja, vind ik wel. Ja, natuurlijk zijn veel beter. Aan de ene kant in Nieuw-Weringen. Atlas Staak Air Defense.
Goedkoop, maar de beste. De lichtjes zijn aangegaan als scheidsrechter Uilenberg voor de tweede helft fluit. Een tweede helft die duidelijk iets minder is. Maar Emmen dat natuurlijk de goal zoekt. Jan de Jonge. Een van die vele kansjes. En Schulting wordt daar uiteraard niet rustiger van. Maar de spitsen van Emmen weten niet te scoren. Machteloosheid bij Van Oosteren. En ook een heel klein beetje frustratie. De slotfase. Het zou toch niet weer, hè? Net als tegen Cambuur. Maar dat is het sein van scheidsrechter Uilenberg. En wint Veendam. Peter de Roo, eerste reactie. Ja, fantastisch natuurlijk. Hangen in Burgen. Kijk, in de rust moet je gewoon minstens 2-3-0 voor staan. En dan zie je hoe moeilijk je het kan krijgen. Terwijl in wezen, in de rust moet die wedstrijd gelopen zijn, simpel zat. Doelpuntenmakers krijgen altijd alle eer, hè? Maar die mensen die onzichtbaar zijn. Wie was belangrijke schakel op het middenveld vandaag? Nou, Jouke. En ik denk dat wij een goede wedstrijd hebben gespeeld en Arik. Dat hoort erbij. Mag ik zeggen dat jij een gedegen en geconcentreerde partij hebt gespeeld? Je zit lekker in je vel de laatste tijd. Ja, ik weet ook niet hoe het komt. Kijk, ik heb natuurlijk voor de winterstop een mindere periode gehad. Maar eigenlijk sinds ik na de winterstop weer, en eigenlijk drie wedstrijden voor de winterstop, ben ik zeg maar weer basisspeler geworden. En sinds die tijd gaat het goed. Je miste in de eerste helft die panel. Ja, achteraf kun je zeggen, het is niet zo belangrijk meer, hè? Maar hoe ging het? Ja, ik doe hem net als normaal. Dan wil ik hem gewoon door de midden schieten. En hij gaat een beetje naar het zijkant, maar de keeper die pakt hem. Dat is gewoon een slechte panel. Nou, hoe hebben jullie het gevaar van Oosteren vandaag aangepakt? Ja, kijk, hij scoort heel makkelijk. Als maar een beetje ruimte hebben, dan is hij al gevaarlijk. Maar als je er gewoon goed je best tegen doet, dan moet kunnen. Je moet toch een man in zorgen zijn en die Eredivisie komt toch angstig dichtbij? Voor Veendam komt het dichtbij, ja, maar je moet nog twee wedstrijden. Dit is denk ik wat gewoon het belangrijkste. En morgen speelt Veendam namelijk uit tegen NEC. En dat gaat aan de leiding in Pool B van de nacompetitie. Winnen is eigenlijk noodzakelijk voor Veendam. Verliezen in elk geval verboden.